Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe video. Het is vandaag zaterdag 8 mei, de dag dat de horeca terug open gaat. En Tom en ik gaan nu vertrekken, bijna het is 3 uur. We gaan ons klaarmaken en vertrekken naar het Rijlof. We gaan op hotel, we gaan ook daar gaan eten. En als het weer het toelaat en het is niet te druk in de stad, gaan we misschien een terrasje doen, maar dat zien we nog wel. Dus Tom is morgen jarig, dus we gaan het een leuk weekend van maken en ik heb er absoluut heel veel zin in. Super lekker gegeten en ik zit hier op onze balkon aan onze suite en het is hier een super mooi uitzicht. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag, het is 9:10 en ik ben op weg naar Leuven, naar de kapper. Dat ik vandaag mijn uitgroei ga laten bijwerken. Dan rond de middag zal ik wel klaar zijn. Om 6 uur afgesproken met 3 vriendinnetjes om iets te gaan eten op een terras. Dus dat is zo'n beetje mijn dag vandaag. Ik heb er wel zin in. En voilà, dan ga ik nu mijn haartjes laten doen. Aangekomen bij de kapper. Ik laat even naar voren zien. Lekkere uitgroei. Dan laat ik straks het resultaat zien. Het resultaat! Super fris. Mijn uitgroei is weg. We hebben een klein beetje bruin bijgestoken. Omdat ik donkerbruin ben van mezelf. Zodat de overgang niet zo brusk is. Hier zien jullie mijn haar nog eens op een goede manier. Ik ben er echt super blij mee. Het is echt mooi opgefrist. Dus als je een goede kapper zoekt in Leuven. Of mensen die van Leuven zijn. Ik ga hier de Instagram laten zien. Zodat jullie haar kunnen opzoeken. Want... het resultaat is altijd top. Oké, het is ondertussen 2:30 en ik heb echt honger. En ik ga deze Koreaanse bibimbap maken met sushi rijst, tajé en sesam. Dus voilà, dat ga ik nu maken als lunch. Ik ben aangekomen in het stad. Ik heb me net geparkeerd in een ondergrondse parking. Ah, hier is mijn brillendoos. En daar juist was het heel erg aan het regenen. Dus ik hoop dat het gaat meevallen. Want anders gaat het niet super gezellig worden, denk ik. Maar bon, we gaan ervan uit dat het goed gaat zijn. Dat we een leuk plaatje vinden om te eten. En ja, ik ben benieuwd. Parking. Het was gezellig, maar ik ben wel nat. Het was wel we zaten overdekt, maar het was toch niet 100% droog. Dus ik ga blij zijn als ik thuis ben en verse kleren kan aandoen. Want het was wel lekker en gezellig. Let's go, hallo! Het is ondertussen woensdag. Het is bijna 2:30 en ik heb een afspraak bij... Elisabeth Hazevoet. En zij gaat vandaag mijn pigmentvlekje... Dat is natuurlijk nu, je ziet het niet duidelijk omdat ik geschminkt ben. Ik heb hier een pigmentvlekje op mijn wang. En die ga ik vandaag laten weglezen.
Ik ben terug thuis. Mijn kaart was vol, dus ik kon niet verder filmen. Maar voilà, dit is voorlopig zit een zalfje op. Dus nu gaat mijn pigmentvlek veel donkerder worden. En dan na een week gaat dat vervellen. En dan zou het moeten lichter of weg zijn. Maar ik hou jullie op de hoogte van, van wat het resultaat zal zijn. Het is vandaag donderdag, het is 9:15 en ik sta op punt om te vertrekken naar Schoonheidsinstituut Morpho in Tielt. Maar ik ben super verkouden en ik heb gigantische wallen, zie ik. Amai. Dus ik ga naar Morpho in Tielt. Ik ga daar mijn wenkbrauwen laten microbladen. Dat is een behandeling van 2 uur ongeveer. Dus ik ben benieuwd. Ik kijk wel naar uit naar het resultaat, want... ja, ik denk wel dat dat heel mooi gaat zijn. Een update van mijn pigmentvlekje. Die is lekker donker nu, maar ik wist dat dat zo ging zijn. Dus, let's go! Resultaat. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, but I like it, I like it, I like it, I like it. Hallo allemaal. Ik ben ondertussen thuis. Het is al 7:30 s'avonds, maar ik wou jullie wel eens deftig het resultaat laten zien van mijn microblading. Ik denk dat ik het hier goed zie. Voilà. Dus wat is er eigenlijk gebeurd? Microblading is eigenlijk een semi-permanente tattoo. Dus er is eigenlijk op mijn oog en mijn wenkbrauw zijn er dan hele kleine haartjes bijgezet. En eerst, zoals jullie gezien hebben, wordt zo de shape volledig getekend. Hoe het dan moet zijn en dan wordt dat mooi erin verwerkt. Dus nu is dat mooi van breed naar dun. Dus het is echt al een heel mooi resultaat. Dat wordt iets minder donker nog. Dus ik moet dat nu zo wat wassen en dingen, maar het is nu allemaal nog een beetje gevoelig. Maar het is heel, heel mooi gedaan. Dus dat geeft direct een veel opener blik in het gezicht. Dus ik ben er super blij mee, maar ik ga het morgen ook wel nog eens tonen hoe het eruit ziet na een nachtje slapen. Het is vrijdag, ik ben op kantoor, ik ben pakjes aan het maken en ik vertrek straks richting Herentals omdat ik te gast ben bij TV Plus om te praten over het leven, over mijn carrière en een beetje reclame maken voor de webshop enzovoort enzovoort. Dus voilà, dat is een beetje mijn dag, ik heb er wel zin in. Maar ik ga eerst nu verder de pakjes maken en dan ben ik er mee weg. Trouwens, mijn outfit. Ik heb op Instagram... de mening gevraagd, omdat ik een twijfel was tussen deze outfit met sneakers of een zwarte outfit met leren broek en hakken. Maar het is deze geworden.
Ik ben er blij mee. Dus trouwens, een blazer van onze webshop, Gingers. Ik zal hem hieronder ook linken. Super tijdloze blazer. Die past op alles. Je kunt die casual dragen, je kunt die chic dragen, je kunt die op een short dragen, je kunt die op alles dragen. Een blazer dat bij iedereen past. Dus ik ga het linkje hieronder zetten. En morgen komt ook onze nieuwe collectie online. Dus ga ook zeker een kijkje nemen naar onze nieuwe collectie. Dus ik zet het hier allemaal onder in de beschrijving. Ik heb de opnames, of het gesprek bij TV Plus was echt heel leuk. Dat echt zeer goed in elkaar. Het was echt, ja, het was heel gezellig. Het was heel tof. Het is in het programma Hello Cox op TV Plus en het is niet dit weekend, maar volgend weekend te zien. Dus wie het gesprek graag zou willen bekijken, dat kan dus volgend weekend. Maar dat zal je wel zien op mijn Instagram ook of zo. Zal ik het wel aankondigen. Ik ben terug thuis. Het was een leuke middag. Ik ben nu mijn eten aan het opwarmen, want ik heb echt honger. Dus ik ga de vlog hier ook afsluiten. Ik ga alle linkjes naar de behandelingen die ik gedaan heb en zo hier in de beschrijving zetten. Dus neem gerust een kijkje mocht je interesse hebben. En dan zou ik zeggen, vergeet niet te liken en te abonneren. En dan zie ik jullie graag in een volgende video terug. Muah.